vanmiddag voor de laatste competitiewedstrijd in de derde divisie neergestreken in Volendam. En wij gaan het verslag voor u doen van de wedstrijd RKAV Volendam tegen Sportlust 46. Wedstrijd inmiddels begonnen, Sportlust heeft afgetrapt. 1-2, lukt precies. Is het Jansen, die vertrekt aan de linkerkant, kan die bal meenemen. Kan de bal ook voorzetten, maar die komt niet uit bij De Weert. Wel bij Schrever, Schrever met een schot, maar die gaat over de goal. Is het de eerste goede aanval van Sportlust in de 8e minuut. Heideman die de bal wel wegkomt, maar hij blijft in balbezit van Volendam. Kan nog door. En dan is het de eerste grote kans. Het is buitenspel, denk ik. En dan is die bal naast de goal. Corner Volendam. Kort ingedraaid bij de eerste paal. Is het Checkley met de bal weggewerkt. Bal in de breedte gespeeld naar Jansen. Glijdt daar eventjes weg, zodat hij de bal niet in bezit kan krijgen. Nu... doet zijn trucje net wel. Is het De Weert die afgetroefd wordt door Binken. Muurtje van Volendam neergezet. Door Binken is het Toefan met aanloop. Toefan, bal is te hoog. Gaat over de goal heen. Gevaar geweken voor Volendam. Zout. Neergelegd bij de tweede paal. En daar is het Steur die onder de bal doorgaat. Die bal was net te hoog. Neemt de aanloop. Bal weggekopt door aanvoerder Schokker. Volendam die overneemt. Schot van Tol. Mist elke richting. Toefan. Ook nog eens een keer gevlacht voor buitenspel. Jansen. Laat die bal net iets te ver voor zich uitschuiven. Speelt de bal dan voor de goal van Volendam langs. Neergezet door Binken. Komt het fluitsignaal en Toefan. Schiet hem in de muur. Is het schot nog van Heideman? Is het Jansen die buitenspel staat? Ja, die moet die bal in één keer voor de goal brengen. Er wordt een misverstandje tussen doelman Binken en Steur Meijering. Nu is het Zout die op weg is naar Anton Joly. Laat daar die bal los, ja. En dan is het een fout van Romero Anton Joly. Die in de 62e minuut de voorsprong voor Volendam betekent. Aan de win, vuur! Moet die bal voorkomen? Is het de kopbal van Meijering? Voor in zijn plaats. Gaan we het zo even over hebben. Is het Jansen die zich wat makkelijk van de bal af laat zetten. Heideman. Is het Binken die de diepe bal van Heideman in één keer in de handen krijgt. Almadi. Komt die voorzet niet aan omdat er nog even een voetje zat. Meijering haalt die bal op bij doelman Binken. En is het Toefan die de bal heeft klaargelegd voor de corner. Bal voor de goal gebracht. Ja, Almadi. Hij scoort hem. Nee, Montero is het. Montero scoort de 1-1 in de 75ste minuut. Hoekschop van Toefan. En met het hoofd is het Sunny Montero. Die de 1-1 aantekent. Is het Joey Tol. Ze waagt het schot. Invaller Tol. Maar die is te nodig voor doelman Anton Joly. Heideman. Almadi. In combinatie met... Is het de Kroon. Naar aanvoerder Schokker. Die waagt het schot. Maar die mist zelfs het vangnet achter het doel. Lennart Tol. Kan die de bal nog binnenhouden? Dat lukt hem. Krijgt die bal voor. Ja, 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 ja. Oh, en dan is het maar goed dat die man bij de tweede paal eventjes twijfelde met het inlopen. Want anders had hij vrije kijk gehad. Wordt bijna van de bal gelopen door Steur. Maar het is Sarti die de bal overneemt.
Is dat die met het schot wordt geblokt. Is niet moeilijk voor Binken. Tol. En dan komt hij. Ja hoor, dan is het in de 88ste minuut. 2-1 voor Volendam. Zit Meijering. Naar de Weert. Meijering krijgt die bal terug. Gaat hem schieten. Is het Binken die op de juiste plaats ligt. Tol wordt weggestuurd. Kan hem terugbrengen. Komt Joey Tol aan de bal. Wordt afgeblokt door Bergfans. Dan lopen ze bij Volendam elkaar een beetje in de weg. Maar houden wel balbezit. Kroon. Bijna grasvrij gespeeld in de 16. Heideman. Bal weggekopt. En dan is het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Schul. Sportlust verliest zijn laatste competitiewedstrijd met 2-1. Grote vreugde bij Volendam, want door deze overwinning blijft Volendam in de derde divisie. Ik moet zeggen, ik heb naar een leuk potje voetbal gekeken als afsluiting van dit seizoen. Het is jammer dat Sportlust verliest, maar het zij gegund aan Volendam dat zij winnen en daarmee het derde divisionistenschap binnenhouden. Wij bedanken u namens het hele team van Sport Insight u voor de aandacht. Wij gaan straks nog even wat interviews opnemen en daarna gaan wij op vakantie. Blijf onze site wel even inhouden, want er komen nog wel wat beelden terug in de zomervakantie. Die kunt u dan terugzien op onze site. Voor nu wens ik u een ontzettend fijn weekend. Een hele fijne vakantie en we hopen u ergens in augustus of september weer te mogen begroeten bij de competitiewedstrijden en oefenwedstrijden en bekerwedstrijden van Sportlust 1. Fijne vakantie.